Goeiedag en baie welkom weer bij ons oordenkings. Ek is Marius Milan, die gemeentepredikant van Valdriehoek Lewenscentrum, en ek het bietjie hierdie week saam met jou gekuier rondom die gedachte van gehoorzaamheid aan God. En God roept mij en jou om tot een dieper gehoorzaamheid, dat mij en jou leven niet in die binnenkant zal veranderen, maar ook werkelijk aan die buitenkant, dat ons daden zal veranderen in ons levens. En vandaagse gedeelte is een tamelijk harde gedeelte, is een moeilijke gedeelte waar ek en jy moet praat, vooral so op een saterdag, op een leemaag, kan het toch al baie makkelijk moeilijk afgaan. Nee. Maar kom ons lees hierdie gedeelte en kom ons kyk bietjie wat precies God vir ons wil sê in die specifieke skrif. In Matteus 7 vers 23 sê hy, en dan sal ek aan julle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. En hierdie gedeelte is tamelijk een bekende gedeelte vir baie van ons. Baie van ons het al heel gedink en het is al vir scary gedachte om te denken dat God ook misschien vir my en vir jou kan sê, gaan weg van my af, ek ken jou nie. Baie belangrik in die skrifgedeelte, hy sê nie gaan weg van my af, jy ken my nie. Hy sê gaan weg van my af, want ek ken jou nie. As ons hier aan dink, daar is soveel mense in hierdie lewe wat 'n verhouding met God het vanuit hulle denken en vanuit hulle kennis dalk misschien. Maar as nie hart in nie, daar is nie lewe in nie. Dit is net een klomp kopkennis en een klomp bybelstudie en een klomp bybelverse en een klomp preke, maar het nooit redig waar deel van een leven geraak nie. En dis die waarschuwing hier vir my en vir jou. Ek en jy het nodig om in een persoonlijke verhouding met God te gaan staan. God wil nie, ons moet alles net weet van hom nie. God wil nie, ons moet dit wat ons van hom weet, deel van my en jou leven maak. Toepas ons levens. Hy wil hê dit moet ons levens totaal en al verander. Nou Marius, hoe kan ek my leven met God deel? God weet toch alles in elk geval van my. Sien, God is soos een pa. Baie keer beperk hy homself te groot mate, of hy sien uit, dat ek en jy net iets van onszelf moet deel. Soos die pa wat sy kind by die school optel, en die school het klaar gebel, en sê, oh, die kind het droog gemaakt vandag, aangejaag. Die pa weet klaar alles, maar hy klim in die kar en vraag vir die kind, hey, hoe was jou dag? Is al enigste vandag gebeur, dat jy graag my wil vertel? Net so met God. Jy sien, God wil my en jou story hoor. Hy wil my en jou woorde hoor. Hy wil hê ek en jy moet hom deel maak van ons lewens. En is wanneer God deel raak van my en van jou lewe, wanneer ek en jy aan God dinge sê, wanneer God ons lewens begin verander. So in hierdie laaste dag van ons oordenkings, wil ek vir jou vra dat jy hierin gaan dink. Dink oor wat deel jy met God en wat deel jy met God nie. God weet alles van jou, maar God wil hê jy moet alles deel met hom. So kom ons uit ons oë en kom ons bid saam. Here, help ons. Help ons om eerlijk te raak met U. Help ons om eerlijk te wees in ons gebede. Help ons om eerlijk te wees wat in ons harte aangaan, Here. Maar die beste plek om dit wat op ons harte is, te sê is in die teenwoordigheid. Die eerste persoon vir wie ons dinge naartoe moet vat, is eindelijk U. En help ons om U so te kan vertrou, dat ons in ons levens met U sal deel. Dat U nooit op 'n punt sal kom, dat U sê, maar ken jou nie. Here, help ons, dat U ons sal kan ken, dat ons ons levens met U sal deel. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Nou, baie dankie dat jy die week ingeskakel het in sterkte. Sterkte met jou ware dadeverandering, jou ware lewensverandering. Mag jy anders leef, 'n verskil maak. Mag mense in jou kyk en Jesus Christus raak sien. Onthou natuurlik môreoggend ons dienste op ETV om 6:00 saam met Andries. Moet dit nie mis nie en hou aan groei. Hou aan verander. Tot weersiens, mooi bly.